Welkom bij Meerbeek Caravans & Campers. We hebben vandaag fantastisch nieuws. Om te beginnen, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Mark Meerbeek. We hebben al meer dan 40 jaar een fantastisch caravanbedrijf in Doetinchem, waar we uitsluitend topmerken verkopen. Dan moet je denken aan de merken zoals Adria, Hobby, Vent, LMC. Vandaag hebben we echt nieuws. We hebben de caravan van het jaar 2021. Dat is toch echt onvoorstelbaar, Arjen, of niet? Dat is wel onvoorstelbaar, ja. Ja. Echt de top van de Nederlandse caravan. We hebben hier dus die Adora staan, die Adora 542 UL. Rijn, wil jij eens even iets van de buitenkant vertellen waarom die is gekozen door de vakjury als caravan van het jaar 2021? Ja, natuurlijk. Ik zal u al die highlights even laten zien aan de buitenkant. Kijk met me mee. Allereerst waar Adria bekend op staat en dan de Adora-serie, is het atriumraam. Het grote panoramaraam dat is in het modeljaar 2021 nog weer breder en groter geworden. De disselklep is ook breder geworden. Daar ontstaat meer beladingsruimte. U ziet daar ook al een reservewiel. Is die ook van gezien? Vooral omdat hij mooi toegankelijk is. Hij is echt royaal, hè? Zeker waar. Je kunt je spullen inbeladen. Heel groot. Windverdelers voor een goed weggedrag. En dat helpt ook nog mee met de... Nou, het is wel zwaarder net als een wielrenhelm. Die wind die gaat zo langs op de snelweg. Dus de benzinekosten zullen ook omlaag gaan bij deze caravan. Dus een geïntegreerde spoiler in het handvat. Dat is echt een noviteit, hè? Ja, dat is echt een noviteit. Ja. Klopt. Kijk eens mee, laat ik de zijkant zien. Zie je die mooie gladde beplating die op mij heel erg modern overkomt. Erg mooi. De deur is een stuk breder geworden. Normaal gesproken zie je dat alleen maar in de campermarkt. Maar bij Adria ook in haar caravans. Aluminium velgen is deze ook van voorzien. Erg mooi. Kijk op dit serviceluik. De positie van dit serviceluik is veranderd in het modeljaar 2021. Hierdoor is uw handling met de caravan nog weer een stuk beter. Loop mee, ik laat u de achterkant zien. Kijk naar deze futuristische achterkant. Dit is nog nooit eerder getoond in de caravanmarkt. Werkelijk waar, prachtig. Zie op die dynamische automotive lichten, waardoor u hem echt mooi herkent op de snelweg. Nou, van de buitenkant is die werkelijk waar prachtig. Ik ga mijn collega Mark vragen dat hij mij de highlight aan de binnenkant wil laten zien. Ja, dan lopen we even om dit even niet uit het oog te verliezen. We hebben inderdaad die mooie bouwwijze. Hij is helemaal van polyester gemaakt, dat is ook een hagelbezinnig caravan. Maar er zijn dus inderdaad een paar items waarom die caravan jaar is geworden. Maar ook die binnenkant telt mee. Loop eens even mee. Als we hier naar binnen gaan, dan lopen we inderdaad via die nieuwe brede deur, die dus een stuk breder is geworden, kan ik heel royaal naar binnen. Hotdeur kan ik nog dicht naar zoveel, maar ik kan hier naar binnen. Maar naar binnen kijk bij de achterkant bij de berm. Rijn, als jij eens even gaat zitten, moet jij eens even vertellen daar hoe die zit. Dat wil ik graag van jou weten. We beginnen hier aan de achterkant van de caravan. Hier zien we dus die twee enkele bedden zitten in die 542. Twee royale bedden met een hele goede matras wat erin zit. Zeer goed slaapgeval heeft hij. Goede lattenbodem. Hoofdeinde wat in hoogte verstelbaar is. Dus je kunt heel makkelijk omhoog klappen. Waardoor je dus heel fijn kunt lezen in de caravan. Ziekers horen er ook bij. En hier is ook een leuke item. Dit zijn allemaal attributen. Dat is ontstaan door de samenwerking met IKEA en Adria. Je hebt dus meerdere attributen die je dus los bij kunt kopen. Die elementen komen nog in de keuken terug dadelijk. Maar daar vertel ik daar nog wat meer van. Daar zit dus gewoon een complete set al bij. En dan kun je het heel makkelijk bijkopen later. Dat is een unieke samenwerking. Nou, kijken we naar de bovenkast, zien we een mooie, strakke designafwerking. We zien greeploze kleppen die royaal open kunnen met hele goede uitzetters erin. We zien de achterkanten zijn ook netjes afgewerkt voor de ventilatie. Dat is de ventilatie achterlangs die kasten kan. Maar deze Adora's zijn ook echte wintersportmodellen. Daar kun je het hele seizoen door super comfortabel mee kamperen. Hier zien we de hangkast aan de linkerzijde. We hebben ook een hangkast aan de rechterzijde zien we hier. Waardoor je dus heel toegankelijk, makkelijk bij al je spullen kunt. Hier zie je ook weer de bovenkastjes in zitten. Dus veel bergruimte, standaard, makkelijk te benaderen. Waar ook opvalt is die mooie indirecte verlichting wat erin zit. Die is makkelijk schakelbaar met de designspotjes. USB-stopcontacten aan beide kanten voorzien van de bedden. Makkelijk is de oplaadfunctie. En dan hebben we hier nog een leuke highlight. Dat is de indirecte verlichting, die is dimbaar. Kijk, als ik hier op druk, zie je mijn lichtsterkte zien veranderen. Ik had hem ingedrukt. En ik heb ook een hele sfeervolle indirecte verlichting s'avonds. Zo brand ik weer volledig. Leuk detail. Kom hier bij de keuken aan. Nou, de keuken die hebben ze hieronder een royale bergruimte met een mooie klep gemaakt. En heb je hier niet bij de lades. Je hebt niet één lade erin zitten. Niet twee lades. Niet drie lades. Maar vier keukenlades.
waardoor je dus heel makkelijk al je spullen op kunt. Alles voorzien van soft close sluiting, sluit automatisch. Nou, hier zien we het mooie design gascomfort van Adria met de wasbak. Snijplank hoort er overigens ook standaard bij. Pitten zijn royaal opgesteld, veel bergruimte, elektrische ontsteking. Deze lijkt hier weer vast. En hier zien we weer het mooie modulaire baksysteem. Die kun je dan makkelijk verschuiven en op verschillende plekken hangen. Net zoals je zelf graag wilt. Ja, dan kun je in je droomkeuken kun je vermaken waar je zelf graag wilt. Hier zien we het vliegtuig interieur design wat erin zit. Mooi rond. Afzuigkap is standaard voorzien. En het voordeel dat je hier bij deze ronding wat hebt, als je hier dus staat, dat je dus er hoofdvrijheid houdt. Dat je dus makkelijk kunt werken in die keuken wat dat betreft. Hier zien we nog een mooie pisé houder erin zitten. Houder erin. Luistering er ook in. Je kunt dat makkelijk afgesluiten. Alle ramen zijn voorzien van veiligheidssluitingen. Je moet dit knopje echt indrukken om het te kunnen bedienen. Dat is een stukje veiligheid is dat. Zit er ook standaard in. Dan komen we hier bij de noviteit waar Adria wat langer bekend is. Dat is de toiletruimte. Dit noemen ze de 3-in-1. Met drie dingen betekent dat je hebt een royaal toilet waar je goed je behoefte kunt doen. Je hebt een complete douche erin zitten. Dus je kunt je helemaal zelf supporting douchen in de caravan. En de wasbak is opklapbaar. Die kun je hier zien. Mooie royale wasbak die je zit, waar je dus makkelijk kunt opfrissen. Veel bergruimte in de kastjes hier nog. Let ook op de indirecte verlichting. Dus je mag je echt wel een beetje verwennen als je morgens opstaat. Maar dat doet deze caravan standaard. Naast die toilet zien we de grote koelkast zitten. Hier kun je weer een stukje zien hoe efficiënt Adria de ruimte indeelt. Klein kastje onder de koelkast. Aftapkraantjes van de boiler, heel makkelijk toegankelijk. Daar zien we nog een leuk detail van de speakers. Met deze wagens kon voorzien van een Bluetooth set, maar daar zal mijn collega Rijn ook iets meer van vertellen. Hier zit die grote koelkast dus, van Zetfat, 141 liter. Wat nog een goed detail is om te weten dat die technisch ook makkelijk bedienbaar is. Als ik hem indruk, ik ga naar de knop van A van automaat. Als je dus die knippert, kan ik daar een keuze in gaan maken. Dan kiest hij altijd zijn eigen voeding. Dus op het moment dat hij nu op de camping aankomt, dan weet hij, hij de stekker erin doet, we hebben 220, 230 volt. Haal je de stekker eruit, probeert hij aan te gaan op gas. Zet je de auto ervoor, gaat hij aan op de auto. Schakelt dus met de A van automatisch. Ideaal in de bediening. Koelkast, en dan zien we hier nog een ruimte, hier nog een extra belegschap waar je mijn spulletjes kwijt kunt. Daarnaast zien we hier een mooie televisie-koffiezetmeubel. Bergruimte erin, makkelijk toegankelijk. TV-steun zit er standaard in. Hier is eenzelfde dimbare lamp voor in de woonverlichting. Dit is nog een extra knop voor de vloerverwarming. De Adria's zijn ook standaard voorzien van vloerverwarming, over USB-aansluitingen, boilerschakelaar, kastruimte. Dat zijn wel wat mooie details voor Ryan, hoe zit die? Nou, dit zit echt geweldig, Mark. Ik heb nog nooit zo lekker gezeten. En wat me ook gelijk opvalt in deze rond zit, is dit Adria-raam dat we net al van de buitenkant zagen. Hierdoor kan ik zo prettig deze Adria-font doorlezen. Het is echt zoveel natuurlijke lichtinval. En je vertelde mij net ook al over die box die je zag onder de koelkast. Nou, die Bluetooth-verbinding die zit dus daar. Daar kan dus ik mijn telefoon aan verbinden. En dan kan ik mijn eigen muziek daarop afspelen. Ja, ik hoor hem al. Dus dan voel ik mij in deze caravan helemaal thuis. Hier staat ook Designed Around You. Nou, daar ben ik dus helemaal mee eens. Met die lichtknoppen, die Bluetooth. Dat prachtige atriumraam, die ronsen die zo lekker zit. Hij is echt helemaal geweldig, man. Dus eigenlijk als je hier s'avonds zit, dan kun je lekker met een bonnetje erbij. Kun je dus naar boven kijken en dan kijk je naar de sterrenhemel. En je denkt van, nou, ik ga slapen. Uiteraard kan het ook wel mooi verduisterd worden. Kijk, zo heb je de hod erin. Die kan dus helemaal weg. Dan hou je de muggen mooi buiten. En vanaf de onderkant, daar komt de complete verduistering. Die kun je dicht trekken. En dan kun je hem dus helemaal verduisteren. Dus ja, het is eigenlijk altijd op en top genieten. Nou hebben we van deze caravan natuurlijk ook een mooie limited edition aanbieding gemaakt. Wil je nog iets vertellen van de prijs, Ryan? Ja, natuurlijk. Loop even mee. Nou, je hebt dus Adria al in. Dat heeft u net gezien. Dat is deze hele caravan. En die meer limited edition prijs, er zit ook veel meer. Er zit ook de Thule luifel, de Thule 6300 luifel. Die heeft een uitval van 2,50 meter, is erg makkelijk op te zetten. Mooie grote maat zit dat, hè? Echt ruim, hè? Ja, echt de volledige lengte van de caravan hebben wij bij Meerbeek benut. Laat u het tweede item zien van het Meerbeek limited edition pakket. Dat is de Enduro Mover. Dit is de Enduro 505 FL. En dat is echt de allerbeste mover om dit soort caravans te verzetten. FL staat voor Finding Level. Je kunt de caravan waterpas zetten via de mover. Het is een volautomatische mover. U hoeft uw spierkracht dus niet te gebruiken. En hij is voorzien van een lithium accupack. Dat is het nieuwste van het nieuwste. Die accu weegt maar 3,5 kilo en gaat nooit kapot. Nu naar de prijs.
Mijn collega Maurie staat al bij de prijs. Ja, de prijs is ongelooflijk op dit moment. Het is inderdaad de caravan van het jaar. En wat hebben wij daarvan kunnen maken, Rai? Nou, hier staat 31.819 euro. Nou, dat is echt de prijs wat hij dus kost. Maar wij hebben meer bij caravans. Bieden hem aan voor 29.595 euro. Wij geven dus een korting van 2.224 euro. Totaal uniek. En dat kunnen wij, omdat wij enorm veel van dit soort modellen hebben ingekocht bij de ADF Fabriek. En daar hebben wij een super hoge korting gekregen. En die korting hebben wij direct doorgevoerd in onder andere deze caravan. Helemaal gedaan. Nou, wat een heel leuk detail was, toen wij bij de wielerdag deze caravan bestelden, toen zagen wij al dat hij heel mooi is. We hebben natuurlijk al veel nieuwe caravans gezien. Hè? We hadden er een groot aantal van ingekocht. Op dit moment zijn ze gewoon echt uitverkocht bij de fabriek. Maar toen hadden we het geluk dat hij dus door de vakjury als caravan van het jaar werd gekozen. Hè? Toen hebben we dus toch gezegd van we gaan hem toch in die Meerbeek Limited Edition uitvoering doen. Dus helemaal compleet. Dus de mover, de luifel, de lichte accu, de verzwaarde as, de aluminiumpoten. Deze mag je zelfs laden tot 1900 kilo. Je kunt kiezen 16, 17, 900 kilo. Allemaal zonder meerprijs. Als jullie nou enthousiast zijn geworden over deze presentatie van deze film, hoe lang duurt het voordat we deze caravan kunnen leveren, Rai? 24 uur. Binnen 24 uur. Nou, als jullie enthousiast zijn geworden, ze zeggen kijk op onze website meerbeek.nl. En als ze zeggen tot ziens in Doetinchem, we helpen u graag.